Het zijn van die dagen waarop je inderdaad bijna gaat doordraaien. Zo warm is het. En we zitten hier in de orangerie van de Dominicanen Boekhandel. En u kijkt naar de tweede editie van De Dominicanen Tipt. Heel hartelijk bedankt voor al uw overweldigende positieve reacties. Wat ontzettend fijn. Dat sterkt ons om door te gaan. Maar wat nog fijner is, is dat u in grote getale de boekhandel bezoekt. Dank u wel. Opnieuw zit hier aan mijn zijde Janna. Zij lacht haar tanden al bloot, want ze heeft een gevaarlijk boek hier op tafel. In haar handen, moet ik zeggen, over een beest. Ja, dat zal ik maar meteen even relativeren. Want het is de beest in dit boek, geschreven door Anne Riel, die vorig jaar ontvangt de bestseller Hars. Het beest in dit boek is eigenlijk een hele lieve jongen. Hij heeft één groot probleem. Hij wordt geboren met veel spieren. En die spieren zorgen ervoor dat alles wat hij aanraakt vermorseld wordt. Gelukkig heeft hij een goede vriend, Mirko. En die zorgt ervoor dat deze jonge Leon doorgaans uit het probleem gaat. Ik ga even voorlezen. Ik begin meteen met het eerste hoofdstuk. Het boek is opgedeeld in kleine hoofdstukjes. En dit hoofdstuk heet Beide Rivieren. Zo begint het dus. En aan het woord is Leon, de te sterke jongen. Het is wel vervelend dat ik ze per ongeluk doodmaak. Het is namelijk niet omdat ze nou zo gevaarlijk zijn. Ze zijn gewoon heerlijk om mee te knuffelen. En ze zijn ook klein genoeg om in een broekzak te zitten. Hou jij ook van muizen? Die vreet ze waarschijnlijk op. Stel je eens voor dat je zo klein bent dat je een gat in de grond kunt schieten en verdwijnen. Dat zou ik graag kunnen zo af en toe. Mensen merken me altijd op omdat ik zo groot ben. Moet je hem daar eens zien, zeggen ze wijzend. Het is best goed om groot te zijn als je hout moet slepen of zakken graan moet laden, maar niet als je de opdracht hebt gekregen je te verstoppen. Op dit moment zou ik liever een muis zijn dan een man. Oh, of muis en hem. Ja. Nou ja, ik denk, je hoort wel meteen aan dit fragment spanning opbouwen. Dit gaat naar iets toe, je hebt geen idee wat. Het is ook meteen heel tragisch, of iemand zijn krachten niet onder controle heeft. Ja. Heel menselijk. Ja, het is spannend, het is zwart hier en daar. Het zijn prachtige personages en uiteindelijk heeft het toch een hele hoopvolle afloop. Beest. Het beest. En terwijl mijn collega Janna de koelte opzoekt hier in de wintertuin, is een nieuwe collega aangeschoven, haar Joyce. Hi. Maar het gaat wel van de ene beest naar de andere. Ja, klopt. Het gaat dit keer leeuw met strepen. Het gaat eigenlijk over de past. Heel erg actueel dus. Ja, je kunt het eigenlijk, dit is nu ook een nieuwe ziekte aan, je kunt het dus niet vergelijkbaar aan doen, maar je kunt ook allemaal dat nu zetten. Dus, want het speelt zich niet in het hele afgelopen. Nee, het speelt zich echt toen het pas ontstond. Daar speelt zich af. En het gaat eigenlijk ook over een broer en zusje. En met name het zusje, jonge zusje van Jacob Kamp. Ik ben naam kwijt. Die heeft een huidaandoening. Dus die wordt eigenlijk een beetje verstopt in het huis waar zij wonen. Zijn vader zit op zee, dus die is niet thuis. En moeder is ziek en die is ook met de deden aan het best. En die hebben een heel vervelende buurvrouw. En de buurvrouw heeft een beetje verhalen waardoor Jacob eigenlijk naar een kinderhuis gaat. Mm-hmm. Maar zijn zusje is aan het huis. En zijn zusje heeft, zij hebben een polenhoofd en is leeuw met strepen. Als hij dat roept, mag zij uit de schuilplaats komen. En omdat hij in een kinderhuis zit, kan hij haar dus niet waarschuwen. Maar goed, uiteindelijk gaat het meisje ook naar een pesthuis. Hij leert ook andere kinderen kennen van buiten, want hij ontstaat uit het kinderterrein, een vriend van hem in het kinderterrein. En ze gaan dat meisje beschermen. En dat komt in feite ook allemaal goed. Maar wat ik heel mooi aan vond, is dat eigenlijk pagina 1 meteen in het boek zat. En ik had in mijn hoofd nog helemaal dat ding van hoe ik er vroeger uit had kunnen zien. Speelt het zich in Nederland af? Of? Ik dacht het wel. Ik zie wel allemaal grachtenhuis, maar het klinkt ook ineens zo Italiaans. Nou, maar de namen zijn natuurlijk ook heel Nederlands. Ja.
Nou, dat is gewoon een heel mooi boek. Dat is ook goed voor het. Daar zit spanning in, dat is het vriendschap in. En het gaat over nu ook, zonder dat het heel erg over, laten we de namen niet uitspreken, want we roepen al nu. Ja, natuurlijk. Waarmee mijn eerste roepje als eerste opviel was gewoon een omslag, zo'n omslag. Ja, dus het is natuurlijk ook heel spannend. Van, omslag. Ja, en de wereld in vlammen. Ja. Zo. Ja. Ja. Hey, wat is je lievelingsdier? Een zwarte panter. Een zwarte panter, want, dit is heel interessant. Die tonen kracht, die stralen kracht uit. Een leeuw te horen op een panter. Nog magischer, hè, een zwarte panter. Nou, en met deze ontboezeming van mijn collega dat ze eigenlijk in hart en nieren het beest de zwarte panter is, sluiten wij af. Dank u wel voor uw aandacht en wat ons betreft, morgen gezond weer op.